Kleinboer. Die verslaat Kleinboer. Dat is toch wel de vraag van de dag. Oh, hij is al helemaal los. Kijk, het vuurig van het afzet. Die trouwingen helemaal omheen. Met die hele vinnige stijl die hier schuift niet door naar de derde positie. We zien van de wiel ertussen zitten. En we kijken naar de andere mannen nog. Met de voetballer Bellingen. De voetballer Bellingen hier met twee man. En de andere man is natuurlijk even kijken. Ronnie van de Heuvel. Met plaats nummer 43. Op een hele sterke tweede plek hoor. Van de wiel, daar zit het gevecht om die derde plek. Met Van Hassel op plaats nummer 4. Oh, dat gaat natuurlijk nog met twee jongen. Wat rijdt die jongen een bochten? Dat kan niet als je mooi natuurwetenschappen erop los staat. Maar de winst is voor Apeldoorn voor deze Kleinboer. De Winterkrossers, de Wallen, Zandbergen, Robin Dijk en de IJsselkrossers. Hij staat op baan nummer 5, Kevin Elbers. Van zij in Nederland, flying by the Koolwijkerbroek, verrast
Jackson Philip. We kijken naar Van der Hudding en de Ruiter, dat zijn de twee favorieten. Overboord zijn we vrij, Babel zijn we vrij, Pinkstra zijn we vrij. Ja, we hebben de voorkant van twee over hoor. Tot de plezier van achter de toren. Jan Stengelwee, wel met Riemann. Dan gaat Thomas in tweede plek pakken. Daar is het Van der Hudding die een paar minuten voor ligt. Maar komt er nog een aanval van de Ruiter. Dat zijn de twee snelste mannen. En de Ruiter kijkt waar hij moet eerst het gat dichten. En pas als je het gat dicht hebt, zijn we langs. Nou, dat was technisch nog voor jou te doen zo. De winst voor Rap Van der Hudding. De man uit Binnenstraat, alle stunting away kunnen we zeggen. Very young mensen, de Spartanen hier met dit powerhouse, Geert Gondervelde. We gaan naar Kruijsie ontsluiten. Een van de snelste mannen vandaag hier aan deze. Paul van der Leyen en winnaar van de grootste klasse, Ruud Bos. Van der Velde, ja, ook nog eens van de binnenkant. Dat was de oorbeurt, die maakt hij veel sneller. Het is Sluiter en Van der Velde. Oh, Christie daar. Christie, de twee mannen uit de Turkije, hoe die zijn er vrij. Dan zien we Bas toch wel even. Want Sluiter naar plek nummer 3. Met zo'n 5 en Van der Leyen op pas 4. Die zal een samenrijder van zijn. Ja, dat is hier ook 600 op ons. En dan is de spanning eigenlijk ook wel een beetje uit de finale. Zeker ook als Sluiter ook nog een ander overbeen te zijn op de voeten gaat springen. En dan gaat de man in het zwart weer met de winst van door. Hij is toch altijd goed in de finale. Dat moeten we nageven. Geert Van der Velde. Hiervoor de kantine voor dit Brabant kampioenschap.